georganiseerd gaat eigenlijk over de overlap tussen die twee disciplines. En het is juist op de straat waar architecten en stedenbouwkundigen elkaar tegenkomen. En waar de vandaag de dag de opgave eigenlijk ligt. Want de straat wordt gedefinieerd door de bebouwing. Tegelijkertijd maakt het karakter van de straat dat die bebouwing weer daarop moet reageren. En het karakter zelf heeft ook heel veel invloed, omdat zeg maar, daarmee de openbare ruimte heel erg nadrukkelijk wordt bepaald. Wat de bedoeling was, was dat zeg maar, op een gedefinieerd veld, dus de kavels hadden allemaal al, waren vooraf geprogrammeerd, dus er waren 16 kavels geloof ik in totaal, van een park, een boerderij, een museum, een theater, al dat soort dingen waren er geprogrammeerd. En daarnaast waren er straten geprogrammeerd en die waren ook allemaal verschillend. Dus je had een boulevard en je had een laan, je had een singel, een kade. En het was de bedoeling dat de studenten in teams aan de slag gingen om zowel de straat of verschillende straten als hun bouwkavel te ontwikkelen. Daarom hebben we de deelnemers gevraagd om vanaf begin af aan een maquette te werken. Een 1-op-100 maquette, heel groot, of relatief heel groot, waarop alle deelnemers een vak hadden en waarop de straten als doorgaande lijnen aanwezig waren. En vanaf minuut 1 hebben ze eigenlijk aan die maquette gewerkt. En na anderhalf uur hebben we gezegd van oké, iedereen stopt nu met werken en begint met uitleggen wat hij of zij of wat ze hebben gedaan. En daar hebben we met z'n allen over gediscussieerd en dat hebben we besproken met elkaar. En dat is eigenlijk de opzet die we voor de hele workshop hebben gevolgd. We hebben steeds intensief een paar uur gewerkt en vervolgens met elkaar intensief doorgesproken wat iedereen had gedaan, wat het idee erachter was. En daarbij steeds de vraag gesteld van, wat is nu de straat en hoe heeft die invloed gehad op je bouwkavel? En wat is nu je bouwkavel en hoe heeft dat invloed gehad op jullie straat? En door dat intensieve proces was het mogelijk om in 9 uur tijd een maquette te maken van bijna 2,5 bij 2,5 meter. En een verbluffend resultaat neer te zetten waarin iedereen een ontwikkeld bouwkavel had met een idee daarachter. Terugkijkend op de workshop denk ik allereerst dat het een fantastisch resultaat was, wat ik al zei. 9 uur keihard werken met een geweldig resultaat, zou je toch kunnen zeggen. En wat het belangrijkste denk ik is geweest, is dat er continu die dialoog is gevoerd. Dus mensen hebben continu met elkaar zich afgevraagd van wat is nu de straat, wat is nu de architectuur en wat is nu de stedenbouw aan de straat. Dus ik denk dat het eindresultaat uiteindelijk naar ieders tevredenheid gevierd kon worden.